Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Ik ben Janette, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 18 mei en ik ben in Antwerpen. Samen met mijn moeder, dat was mijn moederdag cadeautje. En we zijn hier gisteren ook al geweest. En het is echt super leuk. We hebben hier ook vannacht overnacht in het kathedraal hotel. En wij zijn hier vandaag ook nog de hele dag. En dan gaan we vanavond weer naar huis. Ik weet nog niet of dit een aparte vlog wordt. Of dat het de vlog van gisteren er nog aan vast zat. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden. Als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen met de video. Deze trui heb ik gisteren gekocht. Ik heb eigenlijk helemaal geen rode trui. Ik heb één rode trui, maar dat is echt donkerrood. Ik heb nog niks in deze kleur. Ik heb alleen maar dingen gekocht in kleur. Dus ik ben heel erg trots op mezelf. Nou ja, wit. Nou ja, oké, ik heb ook niet zo heel veel wit. Maar deze trui doet het nieuw. En ik ga dit witte jasje eroverheen doen. Die heb ik ook nieuw. We hebben onze koffers weer ingepakt. Met heel veel moeite. We hebben best wel wat dingetjes gekocht. En die föhn is niet van jou, toch? Mam? Nee. Oké, dan hebben we alles. En we gaan nu uitchecken. Dan gaan we nog even een beetje de kleine winkeltjes bekijken. En eigenlijk de andere kant op waar we nog niet zijn geweest. En ja, dan was het wel oma Apple oortjes. Dan moet ik even mijn tas doen. Dus wij gaan nu weg. Hier zie je de kathedraal nu in de camera. Jee, daar was ons hotel. En we lopen nu op een soort van brug of zo. Ja, over het water heen, maar het ziet er wel heel mooi uit. Maar het is nog best wel vroeg, dus er zijn nog geen winkels open. Dus we gaan nu even nog kijken en dan gaan we zo meteen even lekker ontbijten. Brunchje. Wat vind je eigenlijk van het Insta live? Foto's maken. Nou, alle twee degene die ik heb uitgenodigd hebben mij geblokkeerd. Nee, ik heb je niet geblokkeerd hoor, op Instagram. Ik vind het hartstikke leuk. Is toch leuk? Oh ja, ik wou ook nog iedereen bedanken die ik had op Instagram gevraagd. Als je me op Instagram nog niet volgt, hier in mijn Instagram. Of jullie tips hadden over Antwerpen. En ik had echt super veel berichten gekregen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik heb niet alles kunnen doen, omdat ik maar heel korte tijd had. Alleen wel een paar dingen gedaan. Een lekker ontbijtje. Heb ik een croissantje. Ik wil die vraag niet hier opleggen. Nou ja, kan wel hè. Oké, we zitten nu in de Zara. Maar ik kan eigenlijk nooit iets vinden in de Zara. Mijn moeder gelukkig wel, dus die heeft dingen. En ik heb nieuwe hakken gekocht. Die staan daar voordat ik die mee kan nemen op vakantie. Want ik ga zondag op vakantie. Daar komen ook nog vlogs online, waar ik super veel zin in heb. Maar ja, en deze trui die ik vandaag nieuw heb gekocht is echt heel erg leuk. Hij is wel fel, maar ik heb zoiets nog niet. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ja, we zijn dus nu weer een winkeltje aan het kijken. En we willen op zich nog wel een soort van wat cultuurdingen doen. Alleen we hebben geen idee wat er eigenlijk allemaal is. Dus dat kan helaas niet. Maar ja, het is eigenlijk ook wel genoeg geweest. We hebben best wel veel dingen gezien. We maken nog even de winkelstraat af. En dan gaan we lekker naar huis toe. En ik ga vanavond ook met Eva afspreken. En die heb ik echt super lang niet gezien. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Oké, we zijn nu in de Sting. En de Sting is hier echt super groot. Eigenlijk zijn alle winkels echt heel groot hier. Echt een hele erg aanrader om te shoppen. En ik heb een super leuk rokje. Maar die zal ik zo meteen even als ik je laat zien. Het is wel de laatste maat die er is. Maar ze hebben echt hele leuke dingen. Ik heb nu het rokje aan en ik vind hem echt super leuk. Ja, de rest van mijn outfit past er niet echt bij. Maar het rokje is heel erg leuk. Nou, wij zitten weer op dezelfde plek als gisteren. En ik heb een iced tea en we hebben allebei een cappuccino besteld. Toch? Het smakelijk. Ik heb geen idee wat ze hier aan het doen zijn.
ik zoom gewoon een beetje in. Maar gewoon alleen filmen omdat ze zichzelf zo hard voor schut zet. Hij vroeg gewoon of die mensen weg wilden, hè? Ja. Gaat ze nu nog? Het hier dan, dat kun je toch ook gewoon ja, ik snap het ook niet. Ergens op een parkeerterrein doen waar nooit iemand komt of zo? Ja, ja, hier, kom maar uit de kist. Oké, dan. Ik ga stuk. Hoe erg wil je zelf weer schut zetten? Je potato komt daar weg. Oké, heb je er. Staat aan de verkeerde kant. Oh, het moet opnieuw. Sorry, hij kent met dit. Wij zijn net nog in de kleine winkeltjes geweest, maar volgens mij heb ik dat niet meer gefilmd. Ja, maar mijn haar zat een beetje raar. En we zijn nu naar de auto gelopen, koffie gehaald en we gaan nu lekker naar huis toe. Want we hebben echt hele pijnlijke poten. En we zijn een beetje moe. En het is ook al genoeg geweest. Het is 5:30, dus dan gaan we lekker naar huis toe. En we hebben heel veel leuke dingen gekocht. En het was heel erg leuk en we hadden heel erg lekker weer. Super. We gaan nu lekker naar huis. Oké, ik ben weer terug in mijn eigen kamer. Ik heb mijn spullen net uitgepakt en ik heb even alles bij elkaar gelegd. Ik ben nu namelijk met Eva. Hoi Eva. Hi. En ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Oké, het is best wel een beetje veel. Als eerst heb ik deze trui gekocht bij de Pull & Bear en deze was 15 euro. Heb ik deze teenslippers van de Primark. Ze waren maar 6 euro. Dat is echt niet duur. Nee, ze waren echt maar heel goedkoop. En ze zijn zilver. Dan heb ik dit rokje bij de Sting gekocht. En deze was 25 euro. Ja. Dan heb ik panties gekocht. Ik vind het zo ongemakkelijk als jij erbij zit. Ik weet niet waarom. Zou ik die hakken laten zien? Nee, ik ga die hakken niet laten zien. Oh ja, en dan heb ik nog haarbandjes gekocht bij de Primark. Even kijken. Ik heb deze gekocht, die ik heel leuk vind. Dit is zo'n tuinpak. Alleen dan wel met een rokje. En deze was maar 20 euro. Dan heb ik dit topje gekocht. En deze was van de New Look. Hebben we dat in Nederland? Dat weet ik niet. Weet ik eigenlijk ook niet. En deze was 13 euro. Dit witte spijkerjasje gekocht. En ik heb nog twee paar hakken gekocht, maar die ga ik niet laten zien. Dat vind ik raar. Ik vind dat gewoon raar om hakken te laten zien ofzo. Ja, dat zien jullie nog wel. Dat is wel echt heel leuk. Zo. Oké, dan heb ik ook nog pakketjes ontvangen, maar ik weet eigenlijk niet wat overal in zit. Maar dit is het eerste pakketje, deze. Oh, ik weet al wat dit is. Ik had van die beschermlaagjes besteld voor mijn iPhone. Ik kan me echt niet herinneren dat ik daar iets heb besteld nog. Oh, dat had ik gedaan voor mijn sieraad. Dat ik die wat makkelijker kon opbergen. Die pillendoosjes. Oh, dat is best... Ja, want kijk, ik heb echt superveel van deze doosjes had ik besteld. Voor mijn sieraden. Want ik heb nu... Wacht, ik zal het even laten zien. Ik bij de Forever 21 besteld. En weet je wat ik heb besteld? Ik heb een zilveren bikini besteld. Maar ik weet echt niet of ik hem pas. Maar ik wilde hem zo graag. Dus toen dacht ik... Ja, dit is ook heel leuk voor zilveren. Ja, daarom. Het is wel best snel binnengekomen, hè? In de Forever 21. Dat is altijd best wel snel. Ja, klopt. Oh, wel leuk. Best wel, maar kijk, het topje was dus er alleen nog in een S. Dus ik denk niet dat ik dat pas. Maar het broekje is wel in een M. Dus... Misschien pas je dat. Kijken. Oké, een zilveren bikini. Geen idee of ik dit pas. Het ziet er wel heel klein uit. En ik had... Ik heb al best wel groter uitzien, hoor. Ja? En ik had dit gele jurkje besteld. Ik zal het gelijk maar allemaal even overmaken. Leuk. Gewoon in het geel. Als ik dan bruin ben. Die was heel goedkoop. Dus ik heb hem ook maar in een andere kleur besteld. Ik heb hem ook maar in groot besteld. Oh, wat leuk. Nee. Kijk, is op zich wel leuk. Het is best mooi. En? Niet zo warm. Nee, maar 22-23 graden. Ja, echt heel kut. Maar ja. En ik had nog een jurkje besteld. Hè? Heb je dat niet, dat ze bij de Forever 21 altijd niks een soort van opvouwen, alsof je echt nog moet gaan zoeken waar alles... Oh, ik heb het in een M besteld. Oh, nou, dit is...
Ik snap hem op zich wel. Oh, hij is wel leuk. Zo'n overslagjurkje. Nou, misschien doe ik ook leuk, man. Zijn ook wel leuk, hè? Ja. En ik heb nog een pakketje, maar ik ben even vergeten van welke winkel dit is. Maar welke kleur was deze nu? Alleen die twee. Nou, misschien nog wel een kleur. Hoe lang geleden heb je dat besteld? Misschien denk ik wel 4 of 5 weken geleden. Ik maak echt geen grap. Ik dacht dat de bestelling niet was gelukt. Je had wel betaald. Weet ik eigenlijk niet. Heb ik niet eens naar gekeken. Oké, als eerste heb ik... Nice, toch? Oh, daar heb ik bikinis. Dat is best wel chill. Ja. Maar dit ziet er wel heel groot uit, of niet? Nou misschien... Ik heb nog geen witte bikini, hè? Ik heb ook een witte bikini besteld, maar dan bij Safi. Die is ook echt vet leuk. Nou ja, ik ben wel blij dat ik het in een M heb besteld. De sites zijn hetzelfde. Ja, klopt. Oh, dit topje is echt... Dit kan je toch geen M noemen? Kom op, jongens. Kijk, kom eens... Dit is een M, hè? Dit is een M. Ik ben bang dat ook gewoon, ja, heel stom, maar je borst hier gewoon onderuit komt. Dat ja, nou, dit broekje denk ik... Nou. Jezus. Nou, misschien als je... Oh ja, ik had een witte bralet besteld. Zo. Leuk, toch? Dat je dat nog hebt. Kijk ook even hoe het er hier uitziet. Maak, joh. Oh, deze witte bralet. Denk je dat ik dit pas? Het ziet er ook best klein. Maar het is gewoon one size, hè? Ik heb echt precies dezelfde besteld. Maar dit is wel, deze week zeker dat die goed is. Want dit is, laat maar zeggen, die rode die ik heb. Alleen dan in het zwart. Oh, dat is nice. Dus die is sowieso goed. Oh ja, dit is dit, laat maar zeggen, dat zwarte topje die ik heb. Maar dan in het wit. Daarom had ik die witte bralet gekocht. Nou, dit kan wel leuk zijn. Op vakantie. Oh, die is echt leuk. Die. En ik heb hem ook. Duurt deze, dan ga ik echt geen. En deze heb ik nog. Vind je het erg als ik ze na ga bestellen? Nee, tuurlijk niet. Kost echt allemaal geen drol. Oh, hier kan ik hele leuke foto's in maken in deze jumpsuit. Dit is ook echt heel leuk. Oh, dit zijn allemaal jumpsuits. Kost zeker ook geen reet. Nee, ik weet niet eens meer hoe duur het was. Deze. Oh, je hebt nog één. Waarschijnlijk ben je echt maskeerd. En waarschijnlijk neem ik dit allemaal mee op vakantie. Zo chill. Is dit een M? Wat is dat? Het lijkt net een baby. Het lijkt net een kinderbaan. Nou, op zich, als je dit zo hebt, laat maar zeggen. Nou, ik weet het niet. Oké. Nou, dit was de schade voor deze dag. Jezus. Ik ga nu even passen. Dit klopt niet hoor. Ik ben met Eva in de stad. En ik ben echt een strijder. Ik heb nu gewoon laarzen aan, terwijl ik echt vandaag al 13 kilometer heb gelopen. En we gaan even een drankje doen bij de waag. Jij ziet er echt fliekje uit en ik zit er gewoon als een zwerver uit. Nou, mijn hoofd is ook echt niet fliekje. Deze make-up zit er al sinds 9 uur 's ochtends op. Ja, mijn make-up ook. En ja, we gaan niet te laat. Want morgen gaan we dan weer naar de stad. Ga ik morgen ook wel weer even vloggen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien morgen even niet. Want, ik had nog helemaal niet goed gezegd, maar ik ga zondag dus naar Ibiza. Dat heb ik echt serieus nog niet gezegd, volgens mij. Ja, chill toch? Ja. Kan je daar lekker vloggen? En dan ga ik daar ook vlogs maken. En ik weet nog steeds eigenlijk niet of... Ik moet straks even thuis de vlog even afsluiten. Ik had ook nog een superleuk pakketje gekregen met het nieuwste highlighter palet van Sleek. Namelijk deze. En ik ga hem zo meteen nog even uittesten, maar dan zien jullie dat nog wel in een andere video. En ik heb hem gekregen van FS Agency. Ik weet niet precies hoe je het schrijft, maar ik zal het even hieronder linken. Dus dit is het nieuwste paletje van Sleek. En ik ben er heel erg blij mee, dus heel erg bedankt. Oké, het is de volgende dag, maar ik was vergeten de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal hier beneden. En ik zou het ook super leuk vinden als je me even op Instagram volgt. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!